Nou, in ieder geval, ik ben heel kort van stof, dan ga ik uit beeld. Dan gaat Hans volledig in beeld. Ik wil jullie in ieder geval allemaal welkom heten. Leuk dat jullie interesse hebben in het voorspelmodel. We gaan straks beginnen even met een voorstelrondje, dat iedereen ook weet wie zit hier, waarin we graag willen weten. Wat is je achtergrond? Ben je data scientist? Meer vanuit de informatiekant? En we horen ook heel graag of je al naar het model gekeken hebt. Dat hebben wij vooraf natuurlijk ook gezegd, van als je hier gaat zitten, draai dan in ieder geval van tevoren het model lokaal, zodat je ook... Ja, dat het makkelijke praten is vandaag en je ook waarschijnlijk gerichtere vragen kunt hebben. Wij willen jullie graag meenemen in de keuzes die gemaakt zijn in de code. Dat doet Hans uiteraard, want dat heeft hij met een aantal data scientists, waaronder Demi, die vandaag aanwezig is. Die heeft ook meegeholpen met een deel van de ontwikkeling. Maar die is bij het laatste stukje niet bij geweest en daarom sluit ze aan, gaf ze net aan. We willen vooral ook aandacht besteden aan het lokaal draaien. Dus hoe voer je dat nou eigenlijk uit lokaal? We zetten hier bij punt 4, er is ruimte voor vragen, maar het is echt interactief. Interrupeer Hans vooral. Wij kunnen dit dromen als het goed is. En er komen nog elke keer wel vragen waar wij geen antwoord op hebben. Nou, dan zoeken we het uit. Maar de kans is groot dat we overal gericht op kunnen op reageren. Dus gebruik dit moment vooral om dat te doen. We zijn meestal anderhalf uur bezig, Hans, met deze meetings. Volgens mij staat dat 2 uur gepland, dus... Er is ruim uitloop, mocht dat nodig zijn. Er is nog wel eens iemand die is blijven hangen omdat hij problemen had die we niet plenair wilden behandelen. Ook daarvoor hebben we het laatste half uur nog eventueel ruimte. De introductie. Ga een kort rondje, hou het kort. Dus ga niet je hele doopziel vanaf wanneer je start met studeren. Dus hou het kort met wat doe je nu? Wat wil je ophalen? Misschien heb je al een gerichte vraag. En heb je al enige kennis genomen van de code en het algoritme is ontwikkeld? Nou, Pim, jij was als eerste, dus... Oké, dan mag ik starten. Ja, dank je. Ja. Ik ben Pim Verkerk. Ik ben senior medewerker bij de gemeente Krimpenerwaard. En eigenlijk ben ik gewoon puur financieel gericht. Alleen, ik heb een brede interesse in datagericht werk. Ik zit ook in een projectgroep daarvoor bij de gemeente. En een beetje een data scientist-achtig gedeelte is grotendeels voor mij nog hobby. Dus ik heb nog niet naar de code zelf sec gekeken, maar ik werk zelf wel met RStudio en zulke dingen vanuit meer de hobbymatige kant. En dat is het eigenlijk. Dus, ben benieuwd. Ben ook benieuwd. Manuel. Kunnen jullie me horen? Ja. Oké, okay. Nou, Manuel van Wij. Ik werk bij... Nee, daar was je, ging het weer weg. En hij is helemaal weg, geloof ik. Gaan we even door naar Wim? Dat mag Manuel zo weer. Wim. Ja, Wim Ooyen. Ik ben meer informatiedeskundige, informatieanalist, maar hou me ook een beetje bezig met data science. Maar ik word links en rechts geflankeerd door collega's die wel veel ervaring hebben met data science. En voorspelmodellen en wat iets meer zijn. Dus samen zijn wij een heel sterk team, hoop ik. Ah, helemaal top. En welke gemeente zijn jullie van, Wim? Zeg je? Welke gemeente? Breda. Oké, Breda, leuk. En, dat is interessant, ja. Want ik heb van de week Ronnie de Leeuw nog gesproken. Die had het, intern was het besproken, begreep ik, binnen Breda. Met een aantal dingen over het voorspelmodel. Die benaderde mij. Ja, dat klopt inderdaad, ja. Fijn, leuk dat jullie aanwezig zijn. Code ook gedraaid dus? Ja, de code loopt bij een van de collega's, dus als het goed is kunnen we meekijken. Ja, helemaal mooi. Demi? Ja, ik ben dus Demi van de gemeente Roosendaal. Ik ben daar data-analyst. En zoals we net al over hadden, ik was dus ook betrokken bij het voortraject. Ik heb de code gisteren nog gedraaid, maar ik ben vooral geïnteresseerd in het toevoegen van je eigen data aan het model en wat het dan doet, wat voor soort data dat is. Dus eigenlijk vooral met die vraag hier aangesloten. Ja, nee, helder. Koen? Ja, ik werk bij de gemeente Lansingerland. Mijn naam is Koen Stenger. En mijn functie is data-analyst. Vrij recent. Hiervoor was ik de applicatiebeheerder van de Centric-applicatie. Suite Sociaal Domein. En het is vrij nieuw allemaal. Voor ons eigenlijk ook. Voor onze gemeente is het ook vrij nieuw. Dus ik ben vooral aan het informatie aan het ophalen en aan het kijken wat is er allemaal mogelijk. Dus dat is de code zelf heb ik nog niet gedraaid, al weet ik niet eens precies wat dat betekent. Maar dus dat,
Dat hoop ik vandaag te zien. Ah, okay. Leuk. Lansingerland is ook in het voortraject betrokken geweest op het moment. Ja. En die hebben vrij intensief en kritisch gereageerd. Dus dat is een hele fijne bijdrage geweest. Dus er zijn wel meer mensen al bezig daar. Dus, ja, daar heb ik wel kennis mee gemaakt. Ja. Dus dat gaat goed. Ja. Oké, top. Jan-Willem. Ja, ik ben Jan-Willem Keijzer. Ik werk voor Duo Plus. Dat is hier onlangs begonnen, of recent begonnen. Dat is de gemeente Diemen, Oude Amstel en Uithoorn. Mijn functie is data-analyst. En we zijn nu bezig met het opzetten. Daar zijn we ook recent mee begonnen met de data-gedreven sturing, laat ik het zo zeggen. Dus eigenlijk wordt het hele data-analyse wordt heel groots opgepakt binnen de hele organisatie. Dus vandaar dat het BMO-model ook daarin past. Ja, leuk. Ik heb het kort gezien. Ja. En ik ben erg benieuwd wat het ons nog gaat brengen. Oké, nou, we gaan meenemen jullie door de code. Leuk, dankjewel. Ja. Tolgahan, als ik het goed uitspreek. Ja, goedemiddag allemaal. Ik ben datatrainer bij de gemeente 's-Hertogenbosch. En ik ben zelf ook betrokken bij de gemeente Den Bosch bij het ontwikkelen van een prototype dashboard, ook in R, R-Shiny. Dus ik vond het ook interessant om dit eens concreet mee te kijken van een voorbeeld wat jullie ontwikkeld hebben. Ik heb de code niet doorgenomen, al wist ik ook niet waar ik dat precies kon vinden, want ik zag de link en de functionaliteiten, of de pagina wel, maar de code zelf heb ik niet kunnen vinden. Oké. Sander? Ja, goedemiddag. Ik ben Sander, ik werk bij de gemeente Gooi-Sommeren. Ik hou me vooral bezig met BI en dashboarding. R ken ik eigenlijk uit mijn privé hobbyprojectjes en dergelijke. Ik heb geprobeerd code te draaien, maar dat is nog niet helemaal gelukt vanwege het package grenswijzigen. Ah. Maar de normale packages van de CRAN, dat lukt allemaal wel, maar die even niet. Voor de rest heb ik het wel een beetje doorgekeken waar dat grenswijzer allemaal gebruikt wordt. dat is eigenlijk wel een beetje doorheen gekeken. Dus. Oké. Ja, komt voor schaal van de orde. En als je echt problemen kunt, op het eind nog even aandacht aan besteden, als het nodig mocht zijn. Ik zag Inge knikken, dus ik weet niet of Inge hetzelfde beperking had met de packages. Ja, vertel Inge. Ja, ik heb ook eerder al contact gehad met Hans daarover. Mijn naam is Inge van Krij. Ik werk bij gemeente Land van Kuik als data engineer. Wij liepen tegen hetzelfde aan en uiteindelijk bleek dat te komen omdat de code redelijk veel packages gebruikt die als standaard worden aangenomen, of tenminste als standaard zijn aangenomen tijdens ontwikkeling, maar niet standaard met R meekomen als je dat nieuw installeert in je werkomgeving, zeg maar, zoals bij ons gebeurd is. Dus wij zijn uiteindelijk best wel een tijdje de ene na de andere foutmelding omdat er een package miste. Nou, dan installeer je dat package en vervolgens kun je hem nog een keer en dan blijkt er een ander package ook nog te missen. Het is uiteindelijk bij ons gelukt, dus dat is wel fijn. En ik ben aangesloten om te kijken of er nog meer dingen zijn die ook wel handig zijn om te weten nog voor we verder gaan met dit model binnen de gemeente. Oké, leuk, dankjewel. Nou, Manuel, take two. Ja, nou, ik ga het nog een keer proberen. Ik weet niet wat er gebeurde net. Hè. Manuel Verwij. Ik werk bij de gemeente Krimpen aan de IJssel, dus ik heb al wat lokale buurtcollega's gezien. Lansingerland en Krimpenerwaard. Ik houd me bij Krimpen aan de IJssel bezig met prognoses voor de WMO en jeugd. Nou, dit gaat natuurlijk over de WMO. Ik ben een data-analyst, geen data science, maar dat is ook zo bij kleine gemeentes. Dus ja, de code heb ik voor desal niet gezien. Het is vooral informatie inwinnen en kijken wat we ermee kunnen. Ja, oké, dankjewel Karin. En dan nog Edwin. Hi, ik ben Karin. Ik krijg mijn camera even niet aan, sorry daarvoor. Ik ben data specialist bij Kennispunt Twente en wij verzorgen de Twentse Monitor Sociaal Domein voor de 14 Twentse gemeenten. En daarin is ook telkens meer aandacht voor het voorspellen van het gebruik van BMO. Ja. Dus vanuit die hoedanigheid zit ik er vandaag bij. Ik ben al bezig geweest met het proberen te draaien van het script. En packageproblemen herken ik. En ik kwam ook nog iets met dat lek die het werkte, kwam ik tegen. Dat kwam waarschijnlijk door de Maas package. Ik ben er nu doorheen. En nu is hij bezig. Hij loopt op dit moment met het grenswijzigingsmodel aan het draaien. Dus vandaar dat ik ook een beetje laat was. Ik was zo hard bezig met die troubleshooting. Okay. Dat hij
Nou ja, dat ik de tijd vergeten was. Maar denk er even aan te moeten besteden daar met die pakketjes. En Karen, jij bent al eerder natuurlijk bij momenten aangehaakt geweest, omdat ook Kennispunt Twente heeft ook mee ontwikkeld. En in het beginstadium zelfs ja, met data science capaciteit, maar die waren toen uit dienst gegaan. Dus dat, ja. Edwin? Als je hem, ja. Yes, ja, ik ben Edwin van Dongen. Ik werk als business analyst bij de gemeente Land van Kuik. Wij hebben, zoals Inge net al aangaf, de code uiteindelijk werkend gekregen. Dus dat is goed. En ik ben nu vooral aangehaakt om te kijken hoe het eruit ziet als je de eigen data nog toevoegt. Daar ben ik wel benieuwd naar. Ja, nou, daar wordt aandacht aan besteed. Oké. Nou, all yours, Hans. Ja, misschien moeten we onszelf ook nog even... Oh ja, dat is ook wel een idee. Ja, dacht dat we wel. Ja. Ja. Ik ben Hans Weda. Ik ben als data scientist betrokken geweest bij de ontwikkeling van het WMO-voorspelmodel. Ja, voor het laatste afgelopen jaar. Min of meer. Ja, ik ben projectleider van het WMO-voorspelmodel. Dus dat. Nou is dat duidelijk. dat denk ik ook. Denk ik ook, ja. En heel veel andere projecten. Ja. Ja, helemaal goed. Ja, jullie hebben natuurlijk allemaal jullie verwachtingen uitgesproken. Onze verwachting is eigenlijk dat jullie na deze workshop inzicht hebben in de opbouw van het model en van de code. En zelf kunnen draaien van de code dan ook, als je inzicht hebt gekregen in die code. En zelf ook in staat gaan zijn om die lokale data, daar geven we jullie handvaten voor, om zelf die lokale data te kunnen toevoegen. En zoals Janneke ook al heeft gezegd, we gaan toch wel uit van een bepaalde voorkennis in R. En dat je een beetje weet hoe je R leest. En hoe je eventueel dingen kunt aanpassen in R. Want dit is niet zozeer een les of een college in hoe je R in R moet programmeren. Even kort recapituleren wat het doel van het WMO-voorspelmodel is. Het WMO-voorspelmodel voorspelt op basis van historische data uit het verleden, het aantal WMO-gebruikers per de verschillende categorieën die er binnen de WMO bestaan. En het doet dat tot 5 jaar vooruit, en niet alleen op gemeenteniveau, maar ook op wijkniveau. Dus is de vraag van hoeveel WMO-gebruikers gaan er de komende 5 jaar zijn in elke Nederlandse wijk en elke Nederlandse gemeente. Dan daar geeft het WMO-voorspelmodel antwoord op. En het is de bedoeling, of je kunt deze informatie dan vervolgens gebruiken om eigenlijk beleid op te gaan stellen binnen de gemeente. Hè? Eventueel beleid ook te gaan aanpassen als je weet hoeveel WMO-gebruikers er gaan komen. En aan de andere kant kun je het ook gebruiken voor de begroting. Je kan de begroting gaan opstellen als je weet inderdaad hoeveel WMO-gebruikers er gaan komen. Dan kun je erop gaan sturen. Dus het is de bedoeling dat dat leidt tot meer inzicht in hoe de ontwikkeling van het gebruik van de WMO gaat zijn in de komende jaren. Er zijn verschillende WMO-categorieën die hier in dit tabelletje staan uitgeschreven. En er zijn een aantal hoofdcategorieën, totaal, hulp bij huishouden, ondersteuning thuis en hulpmiddelen en diensten. En er zijn ook een aantal subcategorieën, waarbij de vervoersvoorzieningen, vervoersdiensten, rolstoelvoorzieningen en woonvoorzieningen eigenlijk de belangrijkste en de grootste subcategorieën zijn. We hebben voor die verschillende categorieën verschillende modellen gebouwd. Dat wil zeggen, elke keer is het wel hetzelfde hoofdmodel, maar de features, de indicatoren die gebruikt gaan worden, die kunnen verschillen. De hoofdcategorieën die zijn zowel op gemeente als op wijkniveau, geven die een voorspelling. De subcategorieën alleen maar op gemeenteniveau, maar dat komt omdat die WMO-cijfers ook alleen op gemeenteniveau beschikbaar zijn. Op wijkniveau zijn die niet openbaar beschikbaar. En de categorieën zoals de gemeente, zoals jullie die zelf hebben aangeleverd als gemeente bij CBS. Dus daar worden de aantallen genomen zoals gemeenten die zelf dus neerzetten. En ook weergeven in de gemeentelijke monitor sociaal domein, daar worden ze ook gevisualiseerd. Denk ik, over de structuur van de code. En het opbouw van het verschillende model, waar we zo meteen meer over gaan spreken, is eigenlijk redelijk standaard binnen de data science. En dus je begint eigenlijk helemaal links met de data. In ons geval gebruiken we open data, open databronnen, voornamelijk van het CBS. Dan doe je daar een stuk datapreparatie en data-imputatie op.
Vervolgens moet je uit al die data moet je de belangrijkste indicatoren halen, de feature selectie. En op die geselecteerde indicatoren bouw je vervolgens het model. Als je dan een voorspelling wil doen, moet je eigenlijk die bestaande features, indicatoren, moet je extrapoleren naar de toekomst toe. En daar laat je het model op los en vervolgens heb je dan een verwachting, een voorspelling, een forecast. Het is eigenlijk de bedoeling in de volgende dia's op elk van deze punten, die hokjes die hier staan, verder in te gaan. En daarbij te beginnen bij het begin eigenlijk, met waar komt die data vandaan, wat voor datapreparatie doen we daar precies op. Als er ondertussen vragen zijn, dan hoor ik die graag. Hans, ja. Ik heb een vraag van de vorige sheet. We hebben als gemeente net het gemeentelijke monitor sociaal domein aan moeten leveren. Nu lopen wij natuurlijk voor op het CBS. Dat kan soms wel eens een half jaar zijn. Volgens mij over een paar maanden komt die pas echt open data. Kunnen we ook ons eigen bestandje invoeren dat we een half jaar eerder zijn? Ja, er is op dit moment nog niet specifiek iets ingericht om dat gemakkelijk te kunnen doen. Maar op het moment dat je lokaal die data hebt staan en de code hebt staan, dan kun je zelf die code natuurlijk wel aanpassen, zodat die alvast van de data gebruik maakt die jij al wel kent, maar die nog niet openbaar beschikbaar is. Oké, dat is wel iets, oké. Ja, maar dat is nog niet specifiek op ingericht. Hè? Dus dat zou je zelf aan de slag moeten. Ja, nou ja, duidelijk. Ja. De bronnen, bronnen van de data. Zit jij er nog in? Ja, er komen een rare melding. Ja. Volgens mij. Ja. En dus dat is op basis, met name op basis van open data op wijk- en gemeenteniveau. En dat betreft vooral demografische data, maar ook sociaal-economische data, geografische data. En dat tabelletje wat er rechtsboven staat, geeft eigenlijk al onze databronnen weer waar we gebruik van maken. Een hele belangrijke zijn de kerncijfers wijk en buurten. Waarbij heel veel kenmerken, lijkt me zeggen, van wijk en buurten beschikbaar zijn, ook van gemeenten. En natuurlijk de WMO-aantallen die daar vlak onder staan. Dat zijn eigenlijk de twee hoofdmoten in het voorspelmodel. Maar daarnaast maken we ook gebruik van een heel aantal andere databronnen, zoals de leeftijdscategorieën, het aantal GGZ-zorggebruikers, sociaal-economische status, personen met verstrekte geneesmiddelen, per geneesmiddelgroep, moet ik eigenlijk zeggen. En dat is ook een hele belangrijke, de prognose van de bevolkingsontwikkeling, gemaakt door het CBS. De data die hier staat, die wordt eigenlijk opgehaald in de code door middel van een API. En dus die wordt automatisch gedownload. Dus dan krijg je eigenlijk de laatste data vanaf het CBS. En daarna wordt die data lokaal eigenlijk opgeslagen, zodat een volgende keer, als je de code draait, niet opnieuw al die data hoeft te worden opgehaald. Ja, maar dat de code sneller draait op basis van de lokale kopie die je hebt staan. Als je dan naar die data kijkt, dan zie je eigenlijk een enorme spreiding in het aantal WMO-gebruikers per wijk. En dat is gevisualiseerd in het grafiekje wat er rechts staat, de histogram die daar rechts staat. Zie je eigenlijk helemaal rechts dat er één wijk is met meer dan 5000 WMO-gebruikers. En je ziet daar helemaal links dat er honderden wijken zijn met maar een paar tiental WMO-gebruikers. En zo'n hele scheve verdeling die je eigenlijk hebt, daar kunnen data science modellen kunnen daar heel slecht mee omgaan. Een dergelijke scheve verdeling zien we niet alleen in het aantal WMO-gebruikers, maar dat zie je ook in het aantal 65-plussers of het aantal mensen in de WW, et cetera. Want dat heeft namelijk alles te maken met de wijkgrootte. En er is één hele grote wijk in Nederland, die ligt in Rotterdam. En er zijn honderden wijken die heel klein zijn, soms zelfs helemaal geen inwoners hebben. En dat betreft dan industriegebieden of bijvoorbeeld het Veerse Meer. En daar wonen eigenlijk ook geen mensen. Volgens mij staan er alleen maar recreatiewoningen. Oké. Officieel wonen er ook geen mensen. Maar zoals ik zei, hier kunnen data science modellen slecht mee omgaan. Dus wat eigenlijk veel beter kan gaan doen, is niet zozeer naar het aantal WMO-gebruikers kijken, maar naar het aandeel of het percentage WMO-gebruikers. En dat staat in dit plotje uitgezet. En dan zie je dat het percentage WMO-gebruikers nou zo rond de 5% ligt, ietsje hoger misschien.
En die zwarte lijn geeft een fit van een Gaussische kromme, hè, een normaalverdeling eroverheen. En nou, dit ziet er al veel beter uit om te gaan gebruiken in een data science model. Dan doen we voor alle indicatoren, alle features die we gebruiken, zetten we die eigenlijk om van aantallen naar aandelen of percentages, zo je wil. Een volgende stap die we moeten doen is dat niet alle data op wijkniveau beschikbaar is. En soms omdat de wijken vrij klein zijn of om een andere reden dat niet al die data beschikbaar is. Op dat moment gaan we die percentages, zeg percentage 65 plus of percentage mensen in de WW, die importeren we vanuit het gemeenteniveau. Dus dan nemen we eigenlijk aan dat het percentage wat geldt op gemeenteniveau ook geldig is op wijkniveau. Een andere stap die we doen is dat er nogal wat outliers zitten, eigenlijk uitbijters in goed Nederlands, in de data. En als voorbeeld zie je hier rechts een tabelletje met het aantal WMO-gebruikers in een Nederlandse gemeente voor de verschillende jaren. Want in het bovenste rode hokje staat bij WMO-HH, hulp in huishouden, zie je dat in 2017 het aantal WMO-gebruikers zo'n 13.000 is, het jaar erop 4.000, dan 0. En het jaar daar weer op 16.000. En dat is natuurlijk een hele rare sprong die er eigenlijk in zit. Hè? Om van 13.000 via 0 weer terug te gaan naar 16.000. En dat heeft waarschijnlijk alles te maken met een verkeerde registratie binnen deze gemeente. En dat de aantallen WMO-gebruikers binnen hulp in huishouden, HH, in dit geval niet goed geregistreerd zijn. En waarschijnlijk zijn ondergebracht in OH, ondersteuning thuis. Je ziet daar een beetje het tegenovergestelde. Die gaat van 13.000 naar 20.000 en dan terug naar 11.000. Dus waarschijnlijk heeft hij een bepaalde uitwisseling tussen die twee categorieën plaatsgevonden. Want het model kan hier heel moeilijk op getraind worden. Dus dit soort uitbijters, dit soort outliers, wordt eigenlijk uit de data gefilterd. Uit de trainingsset gefilterd. En met die trainingsset die je vervolgens overhoudt, wordt het model getraind. Volgende belangrijke stap heeft te maken met de grenswijzigingen. Zojuist natuurlijk ook al even genoemd. De grenzende indelingen in buurten, wijk en gemeente die wijzigen nog alles van jaar op jaar. En dat maakt een vergelijking over meerdere jaren, ja, dat maakt het lastig. Als voorbeeld staat hier de gemeente Overbetuwe. En die is van 2019 op 2020 overgegaan. In dit geval, de wijk 01 Driel, is opgesplitst in vier verschillende wijken. In de kern Heteren, Randwijken, Driel en buitengebied Heteren. Dat betekent, als je naar kern Heteren kijkt en ik wil zien hoe de ontwikkelingen daarin zijn, ja, dan kan ik dat niet terugvolgen, want in 2009 bestond die wijk nog niet. Dat is hier gevisualiseerd. Hier staat het aantal 65-plussers in de wijk kern Heteren. Maar die bestond voor 2019 niet. En dat maakt het lastig. Dus we hebben daar eigenlijk een algoritme op ontwikkeld om toch een inschatting te kunnen maken wat de kenmerken zijn voor de nieuwe wijken, de nieuw gevormde wijken en gemeenten, voordat ze daadwerkelijk bestonden, zeg maar. En dat doen we op basis van de adressen. Dus hier zie je weer het voorbeeld uit de gemeente Overbetuwe. Maar nu met de adressen, dat is gevisualiseerd met die grijze hokjes eigenlijk. We volgen het aantal adressen door de tijd heen. Dus we kijken eigenlijk hoeveel adressen in de wijk 01 Driel zijn overgegaan naar de kern Heteren. Hoeveel naar Randwijk en hoeveel naar Driel. En op basis van dat aantal adressen, met een woonfunctie moet ik erbij zeggen, en op basis van openbare datasets, dus al deze informatie over waar bepaalde adressen naartoe gaan, in welke wijk, dat is allemaal openbaar beschikbaar. Kunnen we dan wel een inschatting gaan maken. En dat zie je dan hier, in dit geval voor de 65-plussers in de kern, in de wijk kern Heteren, kunnen we dan toch een inschatting maken van hoe het aantal 65-plussers zich daarin heeft ontwikkeld. En dat betekent dat, het zal je niet verbazen, 65-plussers is straks ook belangrijk voor de voorspellingen voor de WMO, dat we voor kern Heteren dan wel een goede voorspelling voor het aantal WMO-gebruikers kunnen gaan maken. Voor die grenswijzigingen hebben we eigenlijk drie verschillende modellen ontwikkeld. Die oplopen in complexiteit. Model 0, model 1 en model 2. Waarbij model 2 complexer is dan model 1 en die complexer dan model 0.
Maar de nauwkeurigheid wordt er ook beter op. En dus ze worden eigenlijk ook beter naarmate wat, dat ze geavanceerder zijn. Kijk, er is niet zoiets als een gratis lunch, zeggen ze dan in het Engels. Hè? Dus no such thing as a free lunch. En dat betekent hoewel die nauwkeurigheid beter wordt, je ook meer rekentijd nodig hebt voor die geavanceerdere modellen. Dus een model 2 heeft volgens mij toch anderhalf uur nodig of zo om alle wijken te gaan doorrekenen. Voor het dashboard zoals dat gepubliceerd is, hebben we model 2 gebruikt. Ik zou aanraden om tenminste model 1 te gebruiken, wil je dat lokaal gaan draaien. Overigens hoef je die grenswijziging hoef je elk maar één keer uit te rekenen. Maar daarna wordt het ook lokaal opgeslagen en de volgende keer dat je draait, want die lokale kopie wordt gebruikt om verder je berekeningen te gaan doen. Het duurt wel, het heeft bij jou hoe lang geduurd, die grenswijzigingen? Het is wel een, ja, dat duurt anderhalf uur of zo als je model 2 draait. Ja, zoiets. Ja, maar dat hangt helemaal ook af van de laptop, van de pc die je hebt staan. Zijn er hier vragen over? Eentje. Ik heb nog niet naar de code zelf gekeken, maar die modellen zijn gewoon onderdeel van. Is dat gewoon een parameter die je gebruikt om te kiezen welk model je gebruikt bij die instelling? Of is dat gewoon eenmalig wat je doet aan de voorkant bij je installatie? Nee, dus zometeen kom ik daar ook meer op terug. Maar in het masterscript, het hoofdscript, kun je aangeven welk model je hier wil gebruiken. Dus dan kun je aangeven of je model 0, okay, model prima. 1 of model 2. Ja. Deze modellen zijn overigens ook openbaar. Hè? Dus die zitten in in dit geval een GitHub repository. Dus daar kun je allemaal inzien. Daar staat ook een beschrijving bij van hoe dat werkt. Opname heb ik even gedaan. Ja. Even kijken, we hebben de data gehad. We komen nu richting de feature selectie en het model wat daar bovenop is gebouwd. En misschien even een stapje terug of een stapje hoger misschien. Zoals jullie weten is een model een vereenvoudigde weergave van de werkelijkheid. En zoals meneer Box zei, bekend van de Box-Cox-transformatie, all models are wrong, but some are useful. Albert Einstein, die is meer bekend van de gravitatietheorieën. Everything should be made as simple as possible, but no simpler. Het model is niet de werkelijkheid, het is een weergave van de werkelijkheid, een vereenvoudigde weergave, die soms wel heel nuttig kan zijn, maar het is niet gelijk aan de werkelijkheid. Het is altijd goed om in de gaten te houden op het moment dat je met data science modellen werkt. Hoe is het model dan opgebouwd? Wat is de kern van het model? De kern van het model dat staat hier eigenlijk uitgelegd. Het is een verschilmodel. En dat verschilmodel is eigenlijk gemotiveerd door het volgende. Als ik jullie zeg van, er is een wijk met 10% 65-plussers. Kun je me dan vertellen wat het aantal WMO-gebruikers in die wijk gaat zijn? Is dat een lastig te beantwoorden vraag? Ja, goed, dat weet je niet precies. Als ik je vervolgens zeg dat er een wijk is die heel erg aan het vergrijzen is, een sterke vergrijzing in die wijk, dan kun je vervolgens wel zeggen dat het aantal WMO-gebruikers waarschijnlijk op gaat lopen, omdat er ernstige vergrijzing in die wijk plaatsvindt. En dat is eigenlijk de motivatie om naar een first difference model te gaan. Dus je kijkt niet zozeer naar de kenmerken in de wijk, maar je kijkt meer naar de groei of de krimp van de kenmerken in de wijk. Dat is hier aangegeven. En dus links staat als voorbeeld de groei en de krimp van het aandeel 65+, en het aandeel arbeidsongeschiktheid, et cetera, van 2019 op 2020. Dat gaat het model in, het data science model, first difference model. En daaruit volgt dan een verwachting, een voorspelling voor de groei en krimp van het aandeel WMO-gebruikers. Die groei en krimp in het aandeel WMO-gebruikers, die tel je dan op bij het vorige aandeel WMO-gebruikers uit 2019. En daaruit volgt een nieuw aandeel WMO-gebruikers voor 2020. En dat aandeel WMO-gebruikers moet je dan vermenigvuldigen met het aantal mensen in de wijk, het aantal inwoners in de wijk. En daaruit volgt dan het aantal WMO-gebruikers. En dat is eigenlijk de variabele, dat is de uitkomst waar je naar op zoek bent.
Dan is de vraag natuurlijk, ja, welke indicatoren? Hier staan een aantal voorbeeldindicatoren, aandeel 65 plus, aandeel arbeidsongeschiktheid. Welke indicatoren moeten we hier nu precies meenemen? En daarvoor hebben we een featureselectie gedaan op dit verschilmodel. En zoals ik ook al eerder zei aan het begin, hebben we per WMO-categorie hebben een ander model gebruikt, een andere selectie van features. Hoewel die features vaak wel op elkaar lijken, en soms ook overlappen, kan in principe elke model voor elke WMO-categorie of subcategorie een ander model hebben. We hebben hier verschillende methoden voor de featureselectie hebben we al getoetst. En rechts staat eigenlijk een figuur daarvan, waar we op sturen, de uitkomstvariabele waar we op sturen is de MAPE, dus de mean absolute percentage error, waarover straks nog ietsje meer. En we hebben al gekeken bij elk van die selectiemethoden, welke geeft de laagste MAPE. Er staat onder die grafiek staat de AIC, de BIC, staat ook een interactie met stedelijkheid, staat RMSE. Dat zijn allemaal manieren waarop we kijken van, kunnen we een model bouwen waarbij we steeds features toevoegen totdat die AIC niet meer beter wordt. Of totdat de BIC niet meer beter wordt. Of dat de RMSE zo laag mogelijk is. Daarnaast hebben we ook zelf heel goed naar die features gekeken. Ook naar die features die vervolgens uit dit soort automatische selectieprocedures komen. En we toetsen die features die eruit komen, toetsen we altijd aan de inhoud. Want de verbanden die je in de data vindt, kunnen heel vaak ook toevallige verbanden zijn. Of verwachte verbanden. En die moeten eigenlijk zinvol zijn als je die tegen de maatlat, langs de maatlat van de inhoud legt. De manier waarop we de modellen toetsen is door middel van een tienvoudige kruisvalidatie. Dat wil zeggen dat het model eigenlijk traint op 90% van de data en dat toetst op die 10% die je eruit gelaten hebt. En vervolgens doe je dat nog een keer, hè, maar dan hou je een andere 10% eruit. En dat kun je op die manier 10 keer doen. Maar ik neem aan dat jullie die methode allemaal kennen. Ja, sorry. Ja, we zitten hier in een ruimte waar mensen allemaal langslopen. Dus we moeten af en toe... Sorry. Even één vraagje nog. Die inhoudelijke toets, is dat nou echt gedaan door mensen vanuit zeg maar, het veld van de WMO die nadenken over van nou zie ik dit gebeuren. Is dit zo of is dit echt op die manier? Okay, ja. Ja, dit is inderdaad gebeurd. Eigenlijk zaten we min of meer hetzelfde zoals we nu zitten. Ik kom dan met een aantal voorstellen wat er in de data ligt, de verbanden die in de data ligt. En die check ik dan eigenlijk met name met Janneke, maar die hebben ook breder gecheckt met een aantal koplopergemeenten. Van die features, die indicatoren die er nu uitkomen, zijn die nou eigenlijk zinvol vanuit de inhoud? Past dat? Kunnen we een manier bedenken waarop vanuit de inhoud zo'n feature zou kunnen bijdragen aan de voorspelling van de BMO-aantallen? En dat, is heel bewust. Demi heeft in het kernteam data gezeten, die aanwezig is nu. En het kernteam inhoud was echt vertegenwoordigd door beleidsadviseurs, echte eindgebruikers, beleidsadviseurs, financieel mensen, ook wel mensen met meer informatiemanagement achtergrond. Dus de mensen die uiteindelijk met een dashboard aan de slag gaan, dus vanuit de inhoud weten wat er gebeurt. En ook vanuit een verscheidenheid van gemeentes, dus grote gemeenten als Rotterdam, maar ook plattelandsgemeenten zoals Kennispunt Twente. Weert een heel andere gemeente. We hebben daarin echt een diversiteit aan mensen gebruikt. Dat is continu getoetst. Proactief, reactief. Dus vooraf is het opgehaald. Wat gebeurt hier? Wat vinden we belangrijk? Wat wil je daarmee? En op welke kenmerken hebben we het nou? En dan vanuit de data werd dat berekend en weer teruggekoppeld. Oké, mooi. Dank je. Vervolgens de MAPEs. De mean-error die er uiteindelijk uit zijn gekomen. MAPE, ja, die vertaal ik altijd een beetje losjes als de gemiddelde percentuele afwijking. Je ziet die hier zowel op gemeenteniveau als op wijkniveau voor de verschillende categorieën op basis van die tienvoudige kruisvalidatie. En hoe goed moet die MAPE nou precies zijn? In de data science, vanuit de data science, kun je daar geen... het doel eigenlijk op vastleggen. Je kunt niet zeggen vanuit een data science of data science modellen moeten altijd
binnen de 3% MAPE zitten. En die MAPE, die doel MAPE, die moet eigenlijk vanuit de inhoud komen. En hoe goed zou het model moeten zijn om er in de praktijk mee te kunnen werken voor de WMO? Dus we hebben eigenlijk samen met de koplopergemeentes en met de inhoudelijke experts gekeken naar wat zou nou een goede MAPE zijn hier voor dat voorspelmodel. Dat hebben we van tevoren vastgelegd van nou eigenlijk zou die MAPE zo onder de 5% moeten liggen. En je ziet dat in een aantal gevallen we die MAPE goed gehaald hebben. De MAPE op gemeenteniveau voor totaal zit net onder de 3%. Op wijkniveau zit die net boven de 5%. En wat ons betreft zijn dat keurige MAPE's, een keurige prestatie van dat model. Je ziet ook voor sommige categorieën dat je toch wel een behoorlijk stuk erboven kan liggen. Bijvoorbeeld voor vervoersdiensten schieten we bijna naar de 13% toe. En waarschijnlijk heeft dit alles te maken met dat de registratie binnen vervoersdiensten lang niet altijd consequent gebeurt. We hebben aan het begin ook wel een voorbeeld gezien waarbij de verkeerde registratie vermoedelijk plaatsvond. En we denken dat dat bij vervoersdiensten ook vrij vaak plaatsvindt, waarbij de voorzieningen die eigenlijk onder vervoersdiensten zouden moeten vallen, soms onder vervoers. Vervoersdiensten zouden moeten vallen, soms onder vervoersdienst. Voorzieningen worden geplaatst of andersom. Waardoor je behoorlijk wat schommelingen ziet in die vervoersdiensten. Die proberen we er wel uit te filteren. Waarschijnlijk niet allemaal gelukt. En dat zie je dan terug in een toch een fors hogere MAPE op deze subcategorie. Zijn er op dit moment nog vragen? Zo niet, dan ga ik naar de volgende dia. Nu hebben we dus een model vastgesteld. Jullie hebben dat ook gezien, hoe die prestatie van die verschillende modellen zijn. Of eigenlijk is het niet één model. Eén moedermodel zou je kunnen zeggen en 12 modellen voor de verschillende categorieën en subcategorieën. Nu moeten we die gaan toepassen om een forecast, een verwachting van de toekomst te gaan maken. Hoe doen we dat? Dus die indicatoren, zoals de 65-plussers, aantal mensen in de BW, et cetera, en die zijn bekend uit het verleden. En die moeten we eigenlijk een waarde voor toekennen in de toekomst. En dat doen we door die gebruikte indicatoren lineair te extrapoleren naar de toekomstige jaren. En dat is gevisualiseerd in dit plaatje over hier aan de rechterkant. En dan zie je die puntjes, die geven dan de daadwerkelijke aantallen, aandelen in dit geval weer. Trekken we een rechte lijn doorheen en dat geeft ons het aandeel ouderen in dit geval voor de jaren 2021, 2022, et cetera, tot 2025. Dat doen we voor alle indicatoren, behalve voor de bewonersaantallen, de inwonersaantallen. Daarvoor gebruiken we de bevolkingsprognose van het CBS. En die prognose is op gemeenteniveau. En CBS geeft niet meer detail. Die prognose op wijkniveau, die berekenen we naar raad op. Dus als een bevolking in een bepaalde gemeente 10% groeit, nemen we aan dat die voor elke wijk 10% groeit. Dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn. Vaak is er lokaal ook meer informatie beschikbaar over welke wijken gaan groeien en welke misschien minder gaat groeien. Daarvoor zou je eventueel dat model ook lokaal kunnen gaan draaien. Maar daarover later ook meer. Daarmee hebben we de indicatoren in de toekomst hebben een schatting voor gemaakt. En daar kunnen we het model vervolgens op toepassen. Dan is het ook interessant om iets te gaan zeggen over wat is dan zometeen die betrouwbaarheid van dat model. We hebben natuurlijk bepaalde keuzes gemaakt op conceptueel niveau. We hebben een lineair eerste orde verschilmodel. En we hadden een... Het is een first difference model, maar we hadden ook een secondary difference model kunnen kiezen. Of voor die lineaire extrapolatie van die indicatoren, ja, je kunt niet heel veel anders, maar ook daar had je kubische extrapolatie kunnen doen, of wat dan ook, of met splines kunnen werken. We hadden verschillende keuzes kunnen maken. Een van de aannames, uitgangspunten zelf, die ook heel belangrijk is het ongewijzigde beleid. We gaan ervan uit dat het beleid zoals dat in het verleden was, eigenlijk in de toekomst wordt voortgezet. Daarnaast is er
iets te zeggen over de betrouwbaarheid van de data. En die komen vanaf het CBS. Hè? Dus dat is echt een heel goed statistisch bureau die een goede weergave geeft van de statistische cijfers. Voor lage aantallen worden die cijfers echter wel afgerond. Dat betekent dat we die cijfers niet exact kennen, maar dat er een bepaalde onzekerheid om die cijfers in zit. We hebben ook gezien al dat er variatie zit in de registratie en de aanlevering van de BMO-cijfers door de gemeente. En die worden vervolgens weer door het CBS geleverd. Maar ook daar zit wat onzekerheid in. Met die onzekerheden dan kunnen we moeilijk een inschatting maken wat dat precies voor effect heeft op de uiteindelijke betrouwbaarheid. Wat we wel kunnen doen, is iets zeggen over het model. Schatten de waarde van de indicatoren in de toekomst in door middel van die lineaire extrapolatie. Vervolgens kunnen we wel geven wat is dan het predictieinterval, wat is het betrouwbaarheidsinterval van die waarden in de toekomst. Het verschilmodel zelf geeft ook een bepaalde betrouwbaarheidsmarge op basis van die geschatte indicatoren in de toekomst. De bevolkingsprognose zoals die van het CBS komt, het CBS geeft er ook een bepaalde betrouwbaarheidsmarge omheen, een predictieinterval omheen. Dus ook die kunnen we meenemen in de berekening. En dat kunnen we eigenlijk op twee verschillende manieren doen. We kunnen die betrouwbaarheidsintervallen op een analytische methode berekenen, of door middel van sampling, de Monte Carlo methode zoals dat wel heet. De analytische methode neemt alleen de bevolkingsprognose en het verschilmodel, de onzekerheid in de bevolkingsprognose en het verschilmodel mee. De extrapolatie van de indicatoren wordt daarin niet meegenomen. Maar omdat het analytisch is, heb je heel weinig rekenkracht nodig en levert dat jou een hele snelle berekening op. De Monte Carlo methode die doet sampling op basis van de distributies. Dat we zeggen, wat sampling gedaan van de bevolkingsprognose op basis van die distributie, van het verschilmodel. En dan kun je ook de geëxtrapoleerde indicatoren meenemen. Omdat je sampling doet, we doen in ons geval doen we 10.000 samples, hebben we een vrij intensieve berekening nodig. Dat betekent dat we veel rekenkracht nodig hebben. Of andersom gezegd, het duurt vrij lang voordat dat allemaal is doorberekend. De belangrijkste bron voor het betrouwbaarheidsinterval, wat het meeste effect heeft, is het verschilmodel. Die is verreweg het belangrijkst. Dat betekent dat die analytische methode eigenlijk al heel eind komt in het inschatten van het betrouwbaarheidsinterval. Dus die geeft eigenlijk al een goede schatting van het betrouwbaarheidsinterval weer. Weer een nog betere schatting, dan kun je voor de Monte Carlo methode kiezen. Ook deze twee keuzes, die kun je vooraan in het hoofdscript kun je aangeven welke van die twee je zou willen uitvoeren. Zoals wij dat hebben weergegeven op het dashboard, hebben we de uitgebreide methode, de Monte Carlo methode, gekozen. Die duurt heel lang, hè? Was je vannacht aan het rijden? Ja. Ja. Dus dat is wel iets om rekening mee te houden als je die gebruikt. Ja, en met name voor de wijkmodellen duurt dat vrij lang. En dat is natuurlijk ook logisch, want er zijn veel meer wijken dan dat er gemeentes zijn. Dat ziet er dan als volgt uit op het dashboard. En dat geeft die pluim eigenlijk weer. En terwijl die MAPS waar we zojuist naar keken is eigenlijk een indicatie van de prestatie van het model op basis van getallen uit het verleden. Dit is meer een blik naar de toekomst toe. En dat geeft eigenlijk weer, als de uitgangspunten van het model correct zijn, dan is dit het betrouwbaarheidsinterval van het aantal BMO-gebruikers met 95% waarschijnlijkheid. We hebben ook met opzet voor die 95% gekozen. Dat is een vrij gangbare interval eigenlijk voor data science modellen. Hoewel je ook wel andere intervallen ziet, zoals 67%. Volgens mij is CBS bevolkingsprognose geeft het met 67 aan. Maar omdat 95% zo gangbaar is, hebben we hier toch voor de 95% gekozen. Even kijken, zijn er op dit moment nog vragen? Ja, eentje. Je zegt, het gaat eigenlijk, er wordt wel uitgegaan van ongewijzigd beleid. Maar het is juist de bedoeling dat je met die gegevens dat je bezig bent, dat je je beleid bijstelt.
Dus hoe hou je dan die impact in de gaten? Je moet het zien dat je het model dus gebruikt. Dat, wat er eigenlijk bedoeld wordt, is van je bouwt dit op de situatie zoals die nu is en op de historische data. En je gebruikt dit dus, als je dus niks gaat doen, dan als er niks verandert in jouw gemeente, dan gaat er de komende 5 jaar het er zo uitzien. Dus op die manier moet je ook het model gebruiken. Ja. En dat is wel heel belangrijk, omdat ook intern, hè, jullie zijn allemaal de informatiespecialisten, de technici, omdat ook als je het gesprek aangaat met uiteindelijk de gebruikers, dat stuk ook heel helder te maken. Dat het dus niks zegt over hoe het er feitelijk uitziet over 5 jaar. Het zegt alleen niet dat als er niks verandert in de wereld, dat het er zo uit gaat zien. Dus dat is een mooie onderbouwing voor je meerjarenbegroting bijvoorbeeld, waarin je denkt, hey, als we dus niks gaan wijzigen in inkoop, in beleid, in aanpak, dan zien we er dus over 5 jaar een gigantische groei op bijvoorbeeld het huishouden. Dat je denkt, nou, dat kan een onderbouwing geven, ook richting je college of richting de raad, om aan te geven dat je bepaalde beleidswijzigingen wil doorvoeren op van inkoop het een en ander wil gaan wijzigen. Dus zo moet je het zien. Zo wordt het ook op dit moment al gebruikt door een aantal gemeenten en op die manier toegepast. Groningen is bijvoorbeeld daardoor, die hebben volgens mij lump sum bekostiging voor een aantal WMO-diensten. En die hebben dus op die manier gekeken, hey, wat gaat er nou eigenlijk gebeuren als wij niks doen met de afspraken zoals we die hebben. En hebben op die manier dat gesprek kunnen voeren met zorgaanbieders om te kijken of dat nog een of ze daar iets in moeten gaan wijzigen. Zo moet je het zien. Zo wordt bedoeld ongewijzigd beleid. Oké. Aardig om te vertellen dat we wel hebben gekeken of we ook bijvoorbeeld of een gemeente meer algemene voorzieningen heeft, of meer maatwerkvoorzieningen, of we dat konden gaan toevoegen. Maar die data bleek toch best lastig te zijn. Dat was volgens mij niet helemaal compleet. Hij was compleet op de. Ja, dat zeg ik ook vaak tegen gebruikers. De kwaliteit van de data zoals wij die gebruiken is fantastisch, want die is door jullie aangeleverd zelf. Dus als jullie zeggen dat het zo is dat jaar, dan is het zo, dus is het goed. Het is een beetje cynisch bedoeld natuurlijk, maar in de basis is dat wel waar. We hebben wel gekeken, want er zijn natuurlijk best wel wat zaken die van invloed zijn. Het inkoopbeleid, dat wordt wel bijgehouden. Dus we hebben ook gekeken, maar die kwaliteit van die data was nog onvoldoende. Daar verwacht ik nog wel wat in komende jaren, als dat steeds beter wordt. Het verandert alleen heel veel per gemeente. Hè? Dus om de paar jaar verandert vaak ook de inkoopkeuzes. Net zoals algemene voorzieningen, dat zijn toch zaken die behoorlijk veel invloed hebben op hoeveel voorzieningen je als gemeente verstrekt. Alleen, er wordt nog bijna bij geen enkele gemeente iets volledig in algemene voorzieningen gedaan. Vaak is het gedeeltelijk. En dan heb je al een heel lastig speelveld. Hè? Wat is gedeeltelijk? Hoe definieert de gemeente dat? En ja, dat is gewoon nog onvoldoende. Maar dit is ook een start. En hoe meer data bronnen er beschikbaar komen van behoorlijke kwaliteit, hoe beter je dit soort modellen natuurlijk moet gaan. Ja, inderdaad. Maar het is inderdaad de baseline waar je het hier over hebt. En, daar is het goed voor. Je moet dus oppassen ook wat je er zelf in gaat houden. Dat is dan ook wel duidelijk. Ja. Het is ook echt duidelijk begrensd. Hè? Dat hebben we ook continu met. Want het nodigt heel erg uit tot meer. Hè? Vooral als ik dit weet, dan wil ik eigenlijk meer weten. Maar ja, bij ons is het anders in de gemeente. En het berichtenverkeer geeft natuurlijk veel meer detailistische informatie. Ja, die hebben wij gelukkig niet openbaar beschikbaar. Dus we hebben op een gegeven moment ook daar echt wel begrenzing in gedaan. Het model geeft echt tot 5 jaar op die hoofdcategorieën inzicht in wat er gebeurt als jij als gemeente niks verandert aan je beleid. En dat is het. En meer dan dat is het niet. Dus dat is ook goed om die begrenzing helder te hebben. Los van wat je er zelf lokaal mee kan doen. Hè. Er zitten hier een aantal mensen bij die dat moeten kunnen. Dus dat is natuurlijk de tweede lijn die wij heel bewust bewandeld hebben in dit project. Hè. Om te zeggen van we willen niet alleen dat visualiseren op het dashboard. We willen ook de mogelijkheid bieden dat gemeenten er zelf mee door kunnen gaan. Dus dat, maar daar komen we zo op. Wat we tot nu toe hebben doorgekomen is de opbouw van dit verschilmodel. Het is wel aardig om te laten zien waar precies het dashboard en de lokale data zo meteen op gaan inhaken. Dat model en die voorspelling die zijn eigenlijk input voor het dashboard. Dus op het moment dat je die model hebt gebouwd en die voorspelling, die forecast hebt gemaakt, dan wordt dat opgeslagen in de datafolder van het dashboard. En als je dan het dashboard gaat draaien, dan pakt hij dat model op. Dan pakt hij die forecast op en die laat je vervolgens zien. We hebben dat model ook nodig in het dashboard, omdat we ook scenario's willen kunnen gaan uitrekenen in het dashboard. Hè, waarbij de indicatoren net iets gaat wijzigen. En dan moet je het model opnieuw kunnen draaien. Daarom is het model ook nodig binnen het dashboard.
lokale data die haakt eigenlijk in op de extrapolatie van de features. En want nu trekken we eigenlijk een rechte lijn door die features heen, vanuit het verleden richting de toekomst. Dat is juist waar je lokale data zou kunnen toepassen. Misschien is die lijn helemaal niet recht. Maar weet je al dat die exponentieel gaat stijgen of zo, omdat het een nieuwbouwwijk is en dan opnieuw gebouwd gaat worden. Misschien wordt er een zorgcentrum neergezet, waardoor het aantal 65-plussers een stuk sneller gaat groeien dan wij verwachten op basis van die lineaire extrapolatie. Misschien wordt het zorgcentrum juist afgebroken en dan gaat dat net de andere kant op. En dat soort lokale informatie kunnen we heel lastig vanuit een landelijk model, wat we hier toch eigenlijk hebben neergezet, kunnen we dat toevoegen. Omdat het moeilijk is om aan dat soort lokale data te komen. Dus dat is exact waar je dat soort lokale informatie zou kunnen gaan toevoegen. Hoe dat dan precies gebeurt, daar komen we dan eigenlijk nu op. Het meer praktisch uitvoeren van de code. En dat is, dat heb je allemaal gezien. Dat is geschreven in de scriptingtaal of de programmeertaal R. Waarbij RShiny wordt gebruikt als dashboard tool. Wij hebben dat dashboard zelf binnen Azure gedeployed, neergezet. In plaats van Shiny Apps IO. We zijn begonnen in Shiny Apps, maar... Zeker als daar wat meer mensen naartoe willen gaan en een dashboard wat sneller wilt laten draaien, zodat meer reactief is, is Azure een betere omgeving. Dat wil trouwens niet zeggen dat jullie ook in Azure zouden moeten neerzetten, maar daarover straks ook nog wat meer. De code is allemaal beschikbaar in een open repository, waar hier staat het adres daarvoor. Als je naar dat adres toe gaat, dan zie je een folderstructuur en een stuk tekst met uitleg. Je kan die hele repository kan je klonen, zoals dat heet. Kan je kopiëren om lokaal te gaan neerzetten. Daar heb je eigenlijk keuzes uit de verschillende branches. De branch develop bevat de laatste code. Ik zou willen aanbevelen om vooral ook die branch te gebruiken. En al die code en alles wat er eigenlijk in de repository staat, is beschikbaar volgens een open source licentie, zoals die hier linksonder staat weergegeven. Die tekst, dat is de README, en die bevat een korte beschrijving van waar de repository eigenlijk over gaat, en ook hoe je de code... En het project zou kunnen gaan opzetten en de code zou kunnen gaan draaien. Het bevat eigenlijk een soort kort handboek, zo je wil, hoe je dat lokaal kan gaan uitvoeren. Ja, dat staat hier dus ook. Dus informatie, instructies voor het uitvoeren van de code. Er staat in de README ook een soort folderstructuur, waarvan ik rechts een plaatje heb neergezet. Aantal folders daarin zijn belangrijk. Eentje daarvan is zo'n genaamde source folder. En daar staat eigenlijk de code voor het model. De code hoe je waaruit het model is opgebouwd. De feature selectie, het inladen van alle data, et cetera. Het hoofdscript waar je eigenlijk begint, dat heet mainscript.r. En die staat dan ook in die source folder. De code voor het dashboard staat misschien niet onverwacht, staat in de folder dashboard. Die bevat dan vervolgens ook weer een data subfolder, waarin alle data voor het dashboard staat. De modellen die staan erin weergegeven en ook de 2-3 scripts die belangrijk zijn voor het uitvoeren van het dashboard. Voor het uitvoeren van de code, en dat staat ook in de README, moet je eigenlijk eerst alle benodigde packages en bibliotheken installeren. En daarvoor hebben we renv voor gebruikt. En die bevat een heel aantal packages die vervolgens geïnstalleerd worden. En zoals we ook van Inge hebben begrepen, en misschien zijn er meer mensen tegenaan gelopen, niet altijd alle basispackages zijn blijkbaar bevat in die renv. En dat hangt waarschijnlijk samen met de versie van R
manier waarop je R als eerste installeert op je systeem. R-versie zoals wij, of R zoals wij dat geïnstalleerd hebben op het systeem, bevatten blijkbaar die basispackages wel. Mochten die packages missen, ja, dan moet je die even handmatig erbij installeren. Het kan ook best zijn dat als je op een ander operating system werkt, zeg op, want het is allemaal ontwikkeld op Windows eigenlijk. Als je op Mac werkt of op een Linux systeem, zou het ook best kunnen dat die packages zoals die in ARM staan niet exact passend zijn. Ook dan moet je eigenlijk even zelf zoeken van welk package of welke package versie moet ik dan daarvoor installeren. Het is fijn als jullie dat laten weten op bijvoorbeeld Plaio, zodat ook andere mensen, andere collega's hier hun voordeel mee kunnen doen. En we weten als je ergens tegenaan bent te lopen, wat dan eventueel een oplossing zou kunnen zijn. Het plaatje wat hier rechts staat is het zogenaamde hoofdscript, mainscript.r. Hier staan eigenlijk alle instellingen ook in. De instellingen zoals die erin staan, zijn eigenlijk standaard, de default, die we eigenlijk gebruikt hebben om... Nou, weet ik niet helemaal zeker. Maar het zijn redelijk standaard instellingen. En als je wil, kun je die zelf ook gaan aanpassen. Je ziet bijvoorbeeld rond regel 24 het aantal simulaties wat voor Monte Carlo wordt gebruikt. Daar hebben we nu 10.000 voor gekozen. En dat betekent dat die vrij lang aan te rekenen is. 10.000 is overigens wel een vrij gebruikelijk aantal. Een goed aantal ook om Monte Carlo te gaan uitrekenen. Als je zegt dat duurt me te lang, en dan kun je er ook 1.000 of 100 van maken. Als je zegt van dat is niet nauwkeurig genoeg, ik wil dat hoger hebben, dan kun je er ook gerust 100.000 van maken. En zo staan er meer keuzes in gemaakt. En daarin kun je aanpassingen maken, ook voor het model van de grenswijzigingen, als je daar eventueel iets anders zou willen gebruiken. Als ik kan roepen, mensen, als jullie iets willen vragen. Ja, zeker roepen. Het dashboard wordt vanuit de folder dashboard gedraaid en dan met name het bestand, het script app.r. Binnen RStudio kun je die code vervolgens draaien. Nou goed, dat zullen jullie ook allemaal kennen, hè, door de knop run app te klikken. En dan draait dat dashboard lokaal. Dan kun je lokaal inzien van hoe ziet dat er nu precies uit. En dat is natuurlijk goed ook zelf om te kijken van ziet dat er goed uit en heeft die code allemaal tot een goed resultaat geleid. Uiteindelijk wil je dat waarschijnlijk ook ergens publiceren, misschien alleen intern, zodat ook andere mensen binnen je eigen gemeente daar gebruik van kunnen gaan maken. En dat publiceren en toegankelijk maken van dat lokale dashboard, als je daar lokale data aan hebt toegevoegd, kun je doen door bijvoorbeeld van Shiny apps gebruik te gaan maken. Dat is niet altijd de meest snelle manier. Het werkt iets wat trager. Het werkt wel heel erg eenvoudig. Je kunt elk moment een druk op een knop kun je dat publiceren op Shiny apps. Waarbij je de toegang daartoe ook vrij eenvoudig kan regelen. Zodat als je dat wilt, niet de hele wereld daar toegang toe heeft. Maar alleen de mensen die een account hebben aangemaakt op Shiny apps. Ja, het is vrij voordelig, Shiny apps die je open hebt. Het kost echt niet veel. En het is vooral het opstarten wat tijd kost. Als je er eenmaal in zit, is het zelfs sneller dan op dit moment aan Azure, wat wij landelijk hebben. Daar zitten de scenarioanalyses zijn eenvoudig. Als dat eenmaal opgestart is, kan het tot 20 seconden duren. 20, 25 seconden soms voordat het er is. Dus dat is even een aanvulling. Ja. Ja. Maar als je ermee wil beginnen, is het een heel eenvoudige manier om dat op die manier op te pakken. En dan zou ik dat zeker ook aanbevelen. Zoals wij dat nu hebben gedeployed, landelijk, hebben we dat in een zogenaamde Docker-container gezet. Een Docker-container is eigenlijk een lichtgewicht eigen omgeving, eigen virtueel systeem, virtueel computer zou je bijna kunnen zeggen. Waarmee je deze applicatie, dat dashboard, makkelijk op verschillende plekken kan neerzetten. Dus eigenlijk bijna letterlijk een container, wat je ergens kan oppakken, wat kan je kan bouwen, kan oppakken en verschepen naar een andere omgeving toe.
hoe je die Docker-container opbouwt, dat hebben we ook weergegeven in de repository. En daar staat een voorbeeld voor hoe we die zo'n Docker-container kan bouwen. Kunt vervolgens die container, zoals ik al zei, oppakken en ergens anders neerzetten. En dat kun je ook heel goed in een cloud-omgeving doen. Bijvoorbeeld Microsoft Azure, Google of AWS, hè, dat is van Amazon. Hoe je dat kan doen voor een Azure-omgeving staat ook beschreven in de README in de dashboard folder. Wat je ook kan doen, als je niet van een van die grote cloud-omgevingen gebruik wil maken, is dan natuurlijk ook op je eigen server, op een lokale server kunnen neerzetten. En ook dan is een Docker-container helemaal geen gek idee om te gaan gebruiken. Zeker niet als er meerdere dashboards zometeen gaan draaien. En niet alleen twee mode dashboards, maar misschien heb je lokaal binnen je eigen gemeente ook andere dashboards staan. Dan is een Docker-container een goed idee om die verschillende dashboards, die verschillende toepassingen binnen je server goed gescheiden te houden. Lokale data. Als er vragen zijn, die hoor ik weer. Ja. Lokale data. Voor het trainen hebben we eigenlijk altijd landelijke data nodig. Binnen de gemeente is er vaak onvoldoende data beschikbaar om daar een nieuw model op te bouwen. Voorbeeld voor de gemeente Zeewolde, die heeft volgens mij ook maar één wijk. Dat betekent dat de gemeente Zeewolde maar 3 datapunten heeft. Daar kun je geen data science model op gaan bouwen. Dus je hebt eigenlijk altijd landelijke data nodig om dat model te bouwen. Waar lokale data vaak nuttig kan zijn, is juist bij die extrapolatie van die indicatoren. Ah, we hebben een opgestoken hand. Ja, ik had een vraagje van een collega gekregen, dus die hierover gaat. Want we hadden namelijk de vraag van binnen de gemeente Sertogenbosch gebruiken we eigen bevolkingsprognoses. Maar als ik je dus hoor dat het in principe wel mogelijk is, mits je voldoende datapunten hebt om die lokale data, wat dus ook actueler is, te gebruiken. Ja. Begrijp ik dat goed? Is dat dan alsnog mogelijk om je eigen bevolkingsprognoses? Want dan hebben ze dan te maken met bijvoorbeeld nieuwe actuele ontwikkelingen, bijvoorbeeld over nieuwbouwwijken die er komen. Dat je waarschijnlijk de data inderdaad, de landelijke data zou kunnen vervangen door de lokale data, dus vanuit de gemeente Sertogenbosch. Ja, je hebt altijd een landelijk model nodig. Maar dat landelijke model kun je vervolgens wel op lokale data gaan toepassen. Oké. Okay. Ik ga even stilzetten. Ja. Dus dat landelijk model kan volgens mij altijd een landelijk model zijn. Omdat je geen lokaal model gaan bouwen omdat daar te weinig data voor is. Dat landelijke model, en dat is wel interessant, kun je vervolgens wel op lokale data gaan toepassen. Dus het trainen van het model, dat moet op landelijk niveau, denk ik. En het toepassen van het model, dat kan best op lokaal niveau. En dat is juist heel interessant om, net zoals je zei, omdat je lokale prognoses hebt, hoe die bevolking zich gaat ontwikkelen. Of lokale inzichten, waar ik het over had. Misschien een zorgcentrum wat wordt gebouwd of juist afgebroken. En die WMO-data zoals hier staat, kan niet in die module worden toegepast. Maar het staat je natuurlijk helemaal vrij, omdat je die code kan klonen en zelf ook kan gaan draaien om je eigen voorzieningen daarvoor in te bouwen in die code, zodat die WMO-data wel kan worden aangepast en toegevoegd. We verwachten trouwens die bevolkingsprognose ook, verwachten we ook behoorlijk wat, want wat Hans ook net zei is dat wij natuurlijk de gemeentelijke bevolkingsprognose naar wijken toe berekenen en en die wordt maar 1 keer per 3 jaar bijgesteld door CBS. Dus dat is echt wel een hele interessante om toe te voegen. Die heeft waarschijnlijk aardig wat invloed. Dus het is in principe geen belemmering, maar rekening houdt inderdaad op het eigenlijk model is gebaseerd op het landelijke data. Maar dan zou je dus lokaal dus even moeten experimenteren ten aanzien van de resultaten. Dan. Ja. Oké. Ja, alleen je moet het dus wel dan vervolgens lokaal draaien.
Toch, Hans? Ja. Dus is wel iets. Het is niet dat hij dan landelijk voor elke gemeente beschikbaar is. Het is wel dat het voor jou binnen de gemeente dus bekend is. Dus dan moet je wel dus lokaal bijvoorbeeld een Shiny App CEO installeren en de toegang regelen voor mensen die het willen gebruiken. Maar er is dus een module ontwikkeld. Wij zitten een beetje, horen jullie ons ook dubbel? Want wij horen onszelf steeds dubbel. Jullie ook. Wat is er nu veranderd? Geen idee. Ik denk dat als iemand geunmute is, dat het dan gebeurt. Ja, vaak als degene die de vraag stelt zijn speaker aan heeft staan en het zelf niet mute als jullie antwoorden, dan hoor je de twee kanten, zeg maar. Oké, ja. Helder. Volgens mij had Sander nog een vraag. Ja, ik had een vraag over het laatste punt van de WMO-data kan niet worden aangepast. Ik heb het model dus nog niet kunnen runnen. Maar ik had begrepen dat er echt gewoon een folder was met data. Dat daar alle data kwam te staan. Komen er niet gewoon CSV'tjes of iets dergelijks in te staan die je dan wel kan aanpassen met je eigen data? Omdat je die code gekloond hebt, kun je aanpassen wat je wil. Er is alleen geen specifieke beschrijving voor gemaakt hoe je die WMO-data moet gaan aanpassen. Of er is geen specifieke functie voor geschreven hoe je die WMO-data aanpast. Maar als jij zelf in die code duikt en die CSV's op de juiste manier aanpast, dan kan dat natuurlijk. Dus misschien staat het hier wat er zwart-wit. En dat kan wel, maar het vergt extra inspanning van jezelf. We hebben dus echt voor gekozen die module te maken dat iemand met beperkte R-kennis, dus of een data-analyst die daar jullie zeggen, volgens mij een aantal van jullie gaven ook aan dat jullie dat privé nogal doen, dat het vrij makkelijk toe te voegen is. Dus dat is eigenlijk wat we hebben gedaan. En dus ook voor 65-plus en eigenlijk alle, volgens mij zijn het een stuk of boven de 20 indicatoren. Waarvan de meeste niet heel veel effect hebben, niet zo'n groot effect als bevolkingsprognose en 65 of 75-plus. Dat zijn toch wel de meest invloedrijke indicatoren die erin zitten. Dus in dat hoofdscript, in het mainscript, kun je aangeven of je lokale data wil invoegen. Een voorbeeld van hoe dat kan, in dit geval voor Den Bosch. We nemen Den Bosch vaak als voorbeeld, omdat het in de alfabetische lijst bovenaan komt te staan. We hebben ook een voorbeeldbestand aangemaakt en dat ziet eruit zoals je hier rechtsonder ziet. Dus er staan een aantal GWB-codes. In dit geval voor de gemeente een aantal wijken binnen Den Bosch. Een tweetal wijken. Daarachter moet je zeggen wat het regionaal niveau is, of het een wijk of gemeente is, wat het jaar is. En dat zijn in ieder geval de verplichte kolommen die daar aanwezig zou moeten zijn. Moet ik op letten dat die spelling met hoofdletters, et cetera, allemaal exact hetzelfde is. En vervolgens kun je aangeven voor een aantal indicatoren. En dus kun je zelf kiezen welke indicatoren dat je daar wil kiezen. Het moet natuurlijk wel opgenomen zijn in het model, want anders doet hij niks. Kun je zeggen van, nou ja, volgens mij loopt het aandeel 65+, voor die wijk van 18 naar 17 naar 16 naar 15. Waarschijnlijk niet. Misschien helemaal niet waarschijnlijk. Heb ik uit mijn duim gezogen, zeg maar. Maar je kunt hier meer realistische data of data die je kent vanuit de gemeente, kun je hier gaan invullen. En dat geldt in dit geval, hebben we twee indicatoren als voorbeeld genomen en het aantal inwoners, dat staat hier. Voor het aantal inwoners staat er nog een extra kolom achter, het aantal inwoners en dan de variance, de variantie van het aantal inwoners. En die variantie die is nodig voor het uitrekenen van het betrouwbaarheidsinterval van de voorspelling. Ook het CBS komt met hun prognose van het aantal inwoners, komt die ook met een predictieinterval, een betrouwbaarheidsinterval die ze daarbij presenteren. Dus als je lokaal data toevoegt, zou het ook goed zijn om daar ook een indicatie van de betrouwbaarheid van die voorspelling weer te geven. Mocht je die nou niet hebben, of zeggen van onze prognose is oneindig betrouwbaar, hè, we weten exact wat er gaat gebeuren, dan kun je die variantie natuurlijk ook op nul zetten. Dan kun je deze lokale data gewoon toevoegen. Uiteindelijk krijg je dan een dashboard ook weer met een betrouwbaarheidsinterval erin. Zijn hier vragen over? Is dit zo duidelijk?
Het ziet er op zich wel logisch uit. Dan zit je alleen altijd inderdaad natuurlijk van die... wat ik bijzonder vind is inderdaad dat die variantie... Kijk, naarmate je in de toekomst zit, wordt de betrouwbaarheid wordt natuurlijk minder. Waardoor je variantie oploopt. Maar is dat nou een random getal? Of is dat nou een logische berekening? Of hoe heb je dat bepaald? Of hoe wordt dat bepaald, laat ik het zo zeggen? Ja, dus die varianties die... Die varianties die bij de wijken staat, die heb ik eigenlijk berekend vanuit de CBS-prognose. Ja. Die varianties die bij de gemeente staat, die heb ik verzonnen. Oh, maar okay, ja. Dat kan ik in dit geval doen, omdat dit gewoon een voorbeeldbestand is. Het zou beter zijn als je die prognose vanuit de gemeente krijgt. Diegene die de prognose geeft, die moet er eigenlijk ook bij zeggen hoe betrouwbaar die prognose is. En dat kan diegene doen door er ook een variantie bij te geven. Die zegt dan van, nou ja, de gemeente Den Bosch in 2025 heeft 160.500 inwoners met een variantie van 8 miljoen in dit geval. En dat zou die persoon, dat zou die erbij moeten geven. En kan dat doen in de vorm van een variantie, kan dat doen in de vorm van een standaarddeviatie of een marge die eromheen, hè, dat hij zegt van 160.000 plus of min 2000 inwoners. Ja. Maar zoiets zou die moeten geven en dat moet je eigenlijk omrekenen, terugrekenen naar de variantie en die variantie zou je hier moeten invullen. Oké, dus is gewoon de variantieberekening van je betrouwbaarheid. Okay. Ja. Gedaan. Heb je dit al, ik weet niet Inge, of je hebt hem lokaal gedraaid, weet ik. Ik weet niet of je ook lokale data hebt toegevoegd. Nee, zover zijn wij nog niet. Maar dat heeft ook wel mee te maken omdat die vanuit sociaal domein moet komen voor een deel. En die mensen het mede als gevolg van de herindeling heel erg druk hadden op het moment. Dus wij hebben zelf zeg maar meer het technische aspect naar proberen uit te zoeken. Maar echt dat lokale aspect, dat moet bij ons nog gebeuren. Maar ik moet zeggen, als ik dit zo zie, dan... Klinkt dat wel als iets wat wel zou moeten lukken voor ons. Oké. Okay. Ja, top. Andere eventueel wel al geprobeerd? Volgens mij hebben er weinig mensen nog gedraaid. Hè? Nee, ik zie Wim ook schudden. Demi gaat het vast doen deze week, gok ik. Ja, ik wil het wel gaan proberen inderdaad. Ja. Ja, ik zat net te denken, wij hebben die bevolkingsprognose van Primos. Ik weet niet of dat we daar ook een betrouwbaarheidsinterval van hebben. Anders moeten we even opvragen, maar... Inderdaad, die bestanden wil ik wel gaan toevoegen om te kijken of dat wel wat doet. Nou ja, Primos is ook eentje die wij overwogen hebben, Hans. Dat is alleen er zitten nog te veel afwijkingen in ten opzichte van de overige data. Primos gaat echt uit van dit jaar, dus nu alweer uit van 2022. En het prognosemodel zoals het nu ligt, gaat natuurlijk een jaar terug. Dus dan moet je ook daar weer alle grensberekeningen op gaan doen. Dus voor nu hebben we toch nog CBS gekozen, maar Primos is actueler eigenlijk. Ja. Ja. Mocht die variantie echt een belemmering zijn, kun je natuurlijk ook voor kiezen om die variantie eerst op nul te zetten. En vervolgens is die pluim die je dan hebt, die betrouwbaarheid in het dashboard is niet meer helemaal betrouwbaar. Dat is eigenlijk een onderschatting die je dan ziet. Maar daarmee zou je eventueel wel, die dikke rode lijn die daarin staat, die verandert daardoor niet. En dat zou een keuze kunnen zijn om toch alvast een inschatting te kunnen gaan maken zonder betrouwbaarheidsinterval, wat de lokale data gaat doen. Ja, ja dan zijn we bij de vraag aangekomen, denk ik. Ja, misschien hebben jullie iets gemist wat je wel verwacht had nog te horen. Dan kunnen we daar ook nog aandacht aan besteden. Ik had een vraag, niet zozeer inhoudelijk, maar wel die ik ook van een collega heb gekregen. En de vraag is van, wat reacties zijn van bijvoorbeeld beleidsmedewerkers op het product? Dan zou je daar dan wat meer over kunnen vertellen? Ja, nou, we hebben zal ik daar antwoord op geven? Ja, zeker. We hebben daar ook al kort aan van besteed in die landelijke lancering. Ik weet niet in hoeverre je dat gevolgd hebt, dat denk ik dan niet. Daar is in ieder geval, er zijn in ieder geval twee gemeenten, de koplopergroep, die daar ook hebben aangegeven wat ze ermee doen. Dat is nog heel wisselend. En wat wij eigenlijk merken, en dat hebben we hier nu niet behandeld vandaag, dat doen we wel bij die workshops die we inhoudelijk hebben gedaan. Hè? Van daar zit veel meer de focus op, wat kun je er nou mee? Hè? Dus niet de technische betrouwbaarheid, maar wat moet ik hier nou mijn dagelijkse werk mee? We merkten bijvoorbeeld halverwege het project, hè, dat is echt rond de zomer denk ik, toen hadden we de
Toen hadden we het model eigenlijk best aardig lopen. Het was een goede meep. De betrouwbaarheid was goed. En we merkten dat gemeentes het best heel lastig vonden, of de gebruikers dan, hè, om het daadwerkelijk toe te gaan passen in hun dagelijkse praktijk. Want wij zijn hier nu een kleine anderhalf jaar mee bezig. Maar daarvoor zijn ook al heel veel gemeenten in de Haagse fase betrokken geweest. Dat heeft in ieder geval geresulteerd. Dan hebben we daar geen wetenschappelijk onderzoek natuurlijk, maar hebben we daar een analyse in gedaan. En toen zagen we dat in ieder geval het dashboard onvoldoende uitnodigde. Dus dat riep eigenlijk te veel vragen op. Veel mensen zaten daarmee te rotzooien en zeggen, ja, wat kan ik hier nou mee? Wat zie ik nou? Dat heeft in ieder geval geleid tot verbetering. Ik kom zo to the point hoor, Tolgan. Dus dat heeft een goede aanloop. Dus dat hebben we een UX-designer betrokken, wat in ieder geval echt heeft uitgenodigd dat een gebruiker, dus echt vanuit gebruikersoptiek, dus niet jullie soort mensen, hè, dus die echt de technische achtergrond hebben, maar echt mensen die daar vrij onbekend in zijn, zo eenduidig mogelijk kunnen interpreteren wat er staat. En we denken dat dat aardig gelukt is met het huidige dashboard. Er zit ook nog een hele beschrijving bij. Dat alleen was niet voldoende. Dus we zijn toen hebben we onder andere, want toen hadden we nog geen gemeentemodellen, dus we hebben een aantal dingen in de techniek aangepast, gemeentemodellen gemaakt, we hebben de benchmarkfunctie toegevoegd, de scenarioanalyses verbeterd en dergelijke, waardoor gemeenten ook daarmee veel meer de toepassing konden duiden. Hè? Dus dat een gebruiker zegt, oké, het is niet alleen, we gaan van 3000 naar 3100 toe, maar ik kan daar vervolgens iets mee. En we hebben de koplopers ook echt uitgenodigd om te zeggen van, ga het echt toepassen nu. En we hebben die informatie nodig om te zien wat je er ook mee kan en of dat ook van toegevoegde waarde is. Nou, ik heb namelijk het voorbeeld van Groningen gaf ik aan, die het echt gebruikt heeft voor de lokale meerjarenbegroting en de inkoopafspraken die ze aan het maken waren, of in ieder geval de voortgang. Dus daar zie je wel degelijk resultaat in. Maar we hebben ook afgesproken dat het nog heel lastig is. Dus dat veel beleidsadviseurs eigenlijk en veel financieel adviseurs, dat is trouwens een groep die het meest eager is in het model. Dus niet zozeer de beleidsadviseurs, die vinden het best wel lastig nog. Maar de financiële mensen vinden het, die staan wat meer vooraan om er iets mee aan de slag te gaan. Wij vinden dat de feedback nog onvoldoende is daarin. Dus we hebben gezegd, we gaan dit als VNG nog niet definitief structureel inbedden. Wij willen dit jaar echt gebruiken, daarom ook dit soort workshops, om het te laten landen en de gemeente te laten ervaren en dus echt die behoefte op te halen. Oh, dan moet er iemand. Inge was er even uit en die komt weer terug. En dus dit jaar daarvoor in te richten om die verhalen op te halen en te gaan kijken van, is het een model wat daadwerkelijk bijdraagt aan de dagelijkse praktijk? Hè? Kun je het echt gebruiken als gemeente? Moeten we daar eventueel dingen in wijzigen? Moeten we het gewoon wat meer tijd gunnen? Maar dat is een onderwerp wat nog voor een deel open staat. Dus ja, het is bruikbaar, maar er zijn. Ik heb geen 50 verhalen voor jou met resultaten. En dat is ook wat we continu prediken. Ja? Dus stimuleer het in Den Bosch. Ik spreek geregeld met je collega Marissa. Volgens mij, die ken je denk ik. Dus daar hebben we het ook gezegd. Van, gebruik het ook. Gebruik het ook. Ja, want ze waren haar vragen trouwens. Dus ik, inderdaad, ze kon er niet bij zijn. Nee. Ja. Nou ja, zeker bij jullie als Den Bosch, hè, die best wel bezig zijn met data, omdat ook en de link met beleid best wel goed georganiseerd is. Daar zit ook wel echt een taak voor informatieanalisten, businessanalisten, om die brug te gaan slaan. Of ze te helpen, hè, een beleidsadviseur, van ja, hoe moet ik dit dan interpreteren? En gewoon doen, gewoon echt doen. Je moet ook wel steun hebben vanuit je college, hè, dus als jij met je wethouder in gesprek bent, om dat te gebruiken. Maar ik denk ook omdat het is ook een nieuw fenomeen natuurlijk, datagericht werken. Dus ik denk dat dat voor veel beleidsmedewerkers nog ver van mijn bed is. Het is meestal cijfergericht en als er een cijfer in staat, nou, ik ben van financiën, dan wordt er al heel snel naar mij gekeken, zullen we maar even zeggen. Er hoeft nog niet eens een euroteken te staan, maar ook al in aantallen. En zie je inderdaad dat toch de duiding lastiger is, omdat ze meer zitten op kwalitatieve inhoud dan op kwantitatieve inhoud. Ja. De beleidsmedewerkers. Dus op zich is het ook wel een kanteling, of juist de uitdaging om de kernpunten van kwalitatief en kwantitatief aan elkaar te kunnen gaan koppelen. Ja. En ik denk dat daar wel een goed model voor is. Dat je kan zeggen, nou, we zien dit gebeuren. Heeft dat invloed op? Of wat denk je als er zoveel meer aanvragen komen, wat gebeurt er dan met je werk? En als je op die manier die vraag stelt, als een beleidsmedewerker, eigenlijk dat best wel goed kan duiden, maar hij snapt niet dat hij met die vraag moet komen. En omdat hij daar nog gewoon te weinig ervaring mee heeft, laat ik het zo zeggen. En ik denk dat het juist data science opleiden, data science één is ding,
een dashboard bouwen, maar het interpreteren is vers 2. Ja. Absoluut waar. Ik denk ook wel dat het kan helpen. Daarom hebben we toch besloten op het eind, hè, nadat jij stop was, Demi, om toch die lokale data echt toe te voegen. Dat het ook echt wel een aanwinst is, omdat je dan meer herkent. Hè? Als je zegt, oké, maar we hebben dus onze lokale gegevens toegevoegd. Het kan ook een trigger zijn om te zeggen, oké, nu is het... Ja, want hoe betrouwbaar is nou eigenlijk dat cijfer? Hè? Want het is een voorspelmodel is per definitie niet de waarheid. Dus je moet er echt zelf mee aan de slag. Dus wat is dan de waarde die je eraan kan toekennen? Het kan helpen door die lokale data toe te voegen. Wordt het ook beter, simpelweg? Spreekt het mogelijk meer aan? En ook belangrijk, het is wat het is. Het is ook niet meer dan wat je ziet. En het is dus een onderdeeltje, het is ondersteunend aan iets waar jij mee bezig bent. En dat moet ook helder zijn, inderdaad. Ja. Maar wat je zegt, die ondersteuning is belangrijk, maar waar je ook voor moet passen in van, oh, heb je dan voor mij ook het inzicht in hoeveel rolstoelen er verstuurd worden per wijk, zulke dingen. Dus je moet ook wel wat aan verwachtingsmanagement doen in het verhaal. Zeker, zeker, ja. Want dat is een nadeel van lokale data toe. Oh, dan wil ik er dit bij, dan wil ik er dat bij. Ja. En de vraag is inderdaad, heeft dat dan nog impact vanuit je model? Of is het alleen eigenlijk maar ja, een specificatie van het percentage wat er staat? Dus dat moet je inderdaad wel mee oppassen, denk ik. Ja, nou, kijk, de bevolkingsprognose. Ja, ik zou echt willen uitnodigen, mits je dit kan gaan doen. En koppel ons alsjeblieft ook terug hoe dat werkt. Sowieso of het werkt, hè, of je er ergens tegenaan loopt. Dat is goed om te weten. Dat kunnen we ook gebruiken om te delen, om eventueel dingen aan te passen. Maar daar zie je waarschijnlijk, gemeente Deventer heeft er volgens mij ook al mee aan de slag gegaan, daar zie je echt wel een stukje wijziging. Dus dat ten positieve. Heeft er iemand anders? Oh, Sander. Ja, Sander. Dit is eigenlijk een vraag die ik aan het begin met je aangaf al. Ik heb alle packages kunnen installeren die nodig zijn, op eentje na, de grens wijzigen. En die is, ja, dat is ook in je uitleg duidelijk geworden. Die is vrij essentieel voor van alles, nog wat. Heb je daar tips over hoe dat wel lukt? Heb je daar een plek waar ik dat eventjes kan nalezen, nazien? Of andersom, komt die grenswijziger binnenkort gewoon op de depository, hoe heet dat, kan? Waardoor het installeren gewoon makkelijker wordt. Dus er zijn nu geen plannen om het op kan te zetten. Maar misschien kunnen we deze even onder ons oppakken, Sander. En dat we met z'n tweeën kijken waar je precies tegenaan loopt en kijken of we dat kunnen oplossen. Ja, dat is ook goed. Ja, het is moeilijk vanuit deze positie, laat ik maar zeggen, specifiek aan te geven wat misgaat of wat er anders zou moeten. Ja. Dan heb ik dit na de hand wel even contact. Ja, top. Laten we dat doen. Ja. Zijn er nog mensen die iets wilden weten over een specifiek onderdeel? Iets hadden verwacht nog te horen? Nou, ik zat alleen te denken van, jullie zeiden, je gebruikt die environment, gebruik je R-environment. Ik werk zelf af en toe ook nog wel eens met Anaconda. Kan je daar makkelijker die environment dan, zeg maar, even isoleren? Door te zeggen van dat ik hem wat makkelijker kan opzetten, laat ik het zo zeggen. Ja. Dus dat je zegt van, omdat je nu hoor je mensen inderdaad, ik loop hier tegenaan. En meestal heeft het denk ik ook te maken met de instellingen, zeker als je hem op het netwerk zal installeren. Maar dan, daarom zit ik altijd te denken van, misschien is het handig om als een, kijk wel eens een keer of ik hem in Anaconda aan de praat krijg, dan heb je natuurlijk gewoon een mooi geïsoleerde environment. Die is dan makkelijker te deployen. Ja, Anaconda en Conda, die wordt natuurlijk veel gebruikt binnen Python. Anaconda komt ook met een Python-versie. Ja. Maar wordt dat naar mijn ervaring wordt dat minder gebruikt op die manier. Ja. Virtuele omgevingen die spelen ook minder een rol binnen R. Eigenlijk binnen R wat er eigenlijk... om dat vanuit het project op te zetten. En wij doen dat dan met RENV. Volgens mij PackRed is volgens mij een andere om de packages te organiseren binnen zo'n R-project. En met die RENV kunnen we toch wat differentiëren tussen de verschillende packages voor het ene project en voor het andere project. Dus op het moment dat dit binnen RStudio is, een R-project, het WMO voorspelmodel hebt neergezet, zou je volgens mij binnen dat project een andere versienummer kunnen hebben dan andere
projecten die je daar ergens hebt lopen. Oké, prima. Maar ik denk al, ik zat er even aan te denken van, omdat ik hem dan ook af en toe R op staat uit die environment, denk ik van nou misschien dat daarom niet zo gedacht is. Maar daar weet ik even voldoende over hoe ik hem op kan pakken. Dank je. Ja. Maar die verschillende versies en package versies, dat blijft altijd een worsteling, lijkt me zeggen. Ik heb het idee dat in Python iets soepeler gaat, maar ook daar loop je nog wel eens tegen problemen aan van, dan heb je net een ander systeem of dat package versienummer dat geregistreerd is, hè, dat past dan net niet op jouw systeem. Dus dat is altijd een uitdaging om dat project goed overdraagbaar te maken naar andere systemen, naar PC's eigenlijk van andere gebruikers. Trial and error. Ja, precies. Zo hebben wij het nou ook. Ik zie dat ik helemaal paars ben geworden inmiddels trouwens. Dat is ook de reden dat ik net even uit en in de vergadering ging. Maar het heeft helaas niet geholpen, zie ik. Sorry daarvoor. Maar ik vroeg me af, wij hebben dus inderdaad, zoals je zei, bij Trial and Error uiteindelijk wel gewoon al die packages geïnstalleerd. Maar kun je zeg maar van die R-Env iets van een lijstje maken van alle packages die daarin zitten? Of is dat niet echt een functionaliteit in R? Ik ben zelf iets meer thuis in Python en daar heb je wel van die listeners die dan aangeven van dit bevat het allemaal. Heb je zoiets ook in R en kunnen we dat anders misschien gebruiken om wat wij hebben staan in onze R-Env te vergelijken met wat jullie verwachten zeg maar? Dan kunnen we het naast elkaar leggen en dan hadden we zeg maar gewoon kunnen kijken wat mist er allemaal, dat in één keer kunnen installeren. En dat scheelt dan toch best wel wat tijd dat je alles moet wachten op je model dat aan het runnen is en dan na 5 minuten erachter komt, hé, ik mis toch iets, zeg maar. Ja, nee, precies. Ja, volgens mij is er een, maar dan zeg ik even uit mijn hoofd, is een rnv.log bestand. En die geeft eigenlijk een lijst van packages. Oké, ja, bedankt. Dus een package met package nummer en volgens mij staat nog wat extra informatie bij. Ja. Zou eventueel kunnen doen. Ja. Dank je. Wel, het is wel interessant, want we hebben destijds bewust voor R gekozen als programmeertaal, omdat ten tijde van de ontwikkeling de meeste gemeenten, voor zover bij ons bekend van VNG, hè, er wordt op heel veel plekken natuurlijk over gesproken, R toch de meest gebruikte programmeertaal is, maar we horen toch steeds meer Python, hè, in de gesprekken die wij met gemeentes hebben, ook afgelopen jaar. Dus het zou wel iets, we hebben het op een gegeven moment ook overwogen, hè, moeten we het omzetten of niet. Dat is heel veel werk, dus dat hebben we niet gedaan. Het ligt ook wel inderdaad, kijk, als je natuurlijk waar je nu mee bezig bent met voorspelmodellen, is R natuurlijk, is daarvoor gespecialiseerd. Python is natuurlijk veel breder. En Python wordt op meerdere elementen ingezet, dus op zich is het heel logisch dat hij in R draait. Dus wat dat er gaat, denk ik niet dat het noodzakelijk is om hem op te zetten, maar misschien voor een volgend model. Ja, zou kunnen, ja. Maar ook dan moet je weer, ik denk dat juist R handig is, omdat je met data scientist toch moet kijken naar het model van de betrouwbaarheid, welke, die MAPEs en zulke soort dingen. Dan zit je toch snel meer in die contraien dan dat je een mainstream Python zal draaien met een... Kijk, het is natuurlijk ook gewoon een package draaien, dat het wel kan. Maar ja, je moet nog steeds weten wat je doet. Ja. Ja, zeker. Nee, dat, ja. Sander. Volgens mij stond die hand nog. Oh, jij hebt nog een handje. Oké. Nou ja, als er verder geen vragen zijn, dan rest mij nog in ieder geval aan te geven dat wij het, op het moment dat jullie bezig zijn, ik gaf dat net ook al aan, horen wij graag terug wat jullie overal van vinden. Het mooiste zijn als jullie vragen hebben om dat via de Pleio-pagina te doen. Jullie krijgen die als het goed is nagestuurd. Het gaat nog wel, het is allemaal geautomatiseerd bij ons. Hebben jullie volgende week nog geen namelding gehad, dan hoor ik het graag, want dan wordt die alsnog gestuurd. Maar ik kan dat niet zien, dus dat is geautomatiseerd. Daar staat in principe de link en ik zal hem ook heel even in de chat nog zetten. Dan wordt het een beetje levendig. Dus er kan dingen, de vragen die er zijn, kunnen ook door anderen daar gelezen worden. En ben je nog niet aangemeld bij de Pleio, sowieso wel interessant voor jullie. Het is het kennisnetwerk van VNG als het gaat om data. Zijn jullie er al mee bekend of nog? Ja, oké, de meeste wel, geloof ik. Ik zie dat Karen nog haar handje heeft opgestoken, klopt dat? Handje. Ja, klopt. Ik had een vraagje. Ik zie dat deze meeting is opgenomen. Zouden we hem ook zelf kunnen terugkijken? Als jullie hem allemaal willen hebben, dan stuur ik hem uiteraard toe. Dan kan ik nasturen. Ja, zeker. Ja, graag. Ik zou het fijn vinden. Ja, oké. Okay. Ik ga even de chats
werk ik voornamelijk in Teams. Ik moet elke keer even zoeken naar de chat. Reactions, ja. Nou, zit in ieder geval hier de link voor de mensen die het niet hadden. Ja, nou ja, bedankt voor jullie interesse, aanwezigheid, succes met het lokaal draaien en mogelijk tot een ander project, tot een ander moment. Dankjewel, Hans. Ja, dankjewel. Bedankt. Ja, bedankt. Dankjewel. Ja, goede uitleg. Dankjewel. Dank jullie wel. Top. Tot ziens. Hallo. Doei.